Het voorbereiden op je toekomst begint eigenlijk al bij het kiezen van je profiel. Je hebt eigenlijk twee grote richtingen. Je hebt economie en maatschappij aan de ene kant en natuur en gezondheid aan de andere kant. En daar begint het eigenlijk al bij, omdat ik heel erg heb gezien, of ik heb gezien dat het kiezen van een studie vanuit economie en maatschappij veel lastiger is. Omdat de mogelijkheden veel groter zijn. Terwijl natuur en gezondheid echt specifieke vakken heeft. En ook specifieke studies die daar eigenlijk heel erg mooi op aansluiten, met zelfs ook dezelfde naam. Ik bedoel, het vak biologie, de studie biologie. Het vak scheikunde, de studie scheikunde. En daar heb je dan allemaal verschillen in, tussenwegen in, maar dat maakte het wel makkelijk voor mij, denk ik. En daarnaast is het ook belangrijk om af te gaan op je interesse, op wat je leuk vindt. Voor mij was biologie mijn lievelingsvak. En daar wil ik meer van afweten, dus daar ben ik meer informatie naar gaan opdoen. Maar ja, dat is heel belangrijk. Want 80% grofweg van je tijd hier in Nederland ben je toch wel bezig met je opleiding. En er zijn genoeg challenges hier in Nederland waar je doorheen moet kunnen slaan. Dus is het heel fijn dat dat wat je doet leuk is. En dat je je daar op je plek voelt.